Tering. Geef me een checkpoint. Checkpoint. Ik hou van jou. Ik wil je gewoon 500 keer indrukken. Yo dames en heren, mijn naam is Don en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe map van een kijker. Ik heb me er weer op verheugd, want jullie zijn creatief. Jullie kunnen mooie dingetjes maken. Hier staat, pak de boeken in de kist, speel op vredig niveau. Nou, gelukkig staat hij al op niveau vredig. Dus we kijken, spelregels en punten. Spelregels, spelen in survival, niet cheaten, niet vliegen. En dat waren de regels. Map gemaakt door Andy. Pak punten, 1 enderpearl is 1 punt, een diamant 2 punten, een blok 3 punten. Je kan minstens 16 punten halen. Veel plezier en veel geluk. Dankjewel. Eens even kijken. Hier begint het. Veel succes. En dan VIP. Okidoki. Happy Redstone 12. Voeg me toe op Skype. Live. Nou, dat ga ik helaas niet doen. Voor vanzelfsprekende redenen. Aangezien, ja, het is... als ik jou zou moeten toevoegen, dan zou ik uiteindelijk 100 andere mensen ook nog moeten toevoegen. Ik weet, hij is moeilijk. Oh. Blijkbaar is hij moeilijk. Nog zo moeilijk, hè. Oké. Ah, lelijk. En dan mag ik niet vliegen. Oef. Kan ik niet gewoon zo? Kan ik... Dat moet gewoon te doen zijn. Fuck mijn balls. Dit kan echt een eeuwigheid duren. Oké. Oké. Wat? Nee. Ah, dit nou. I'm the scared don. Kijk, dit is nou exact de reden waarom ik af en toe gewoon vlieg. Gewoon, al kom ik geen eens voorbij de eerste jump, dan is er toch iets mis. Kijk, maar dat blokt me ook iets. Ja, deze andere fucking ladder, die... Oh. Ja. Ja, krijg ziektes. Ja, weet je wat? Niet vliegen. Ik ga gelijk cheaten. Dan moet je maar niet zo kut beginnen. Ik bedoel, zoiets moet je opbouwen. Je moet me niet gelijk in het diepe gooien met gelijk de meest irritante jumps. Dat is zo... Kijk, dan wil ik eigenlijk... Want ik zie dit rest dingetje al. Dan wil ik al geen eens de rest doen. Als je me al op het begin gefrustreerd... Wacht, zit hier toevallig iets in? Nee, ik dacht misschien zat er een puntje in. Ja, ik mag niet vliegen, maar ik ga ook niet iedereen's tijd verspillen door gewoon 5 jaar op 1 jump vast te zitten. Dan heb ik nog wel wat beter te doen. Ben ik nou zo slecht met jumps? Kom op! Hoe? Fuck! Wie plaatst er dan ook fucking hekje naast een ladder? Wah! Hehe. Oh, nog meer ladder jumps. Nou, je weet me wel goed te entertainen. Shoppa! Nice, je bent op het eerste punt. Ja, het kostte me niet 5 jaar of zo. Kan ik de enderpearl... Breek het glas onder water. Oké. Kan ik niet gewoon die fucking enderpearl gebruiken en helemaal naar het einde gooien? Dat zou echt hilarisch zijn. Helaas ben ik bang dat die enderpearl niet zo ver komt. Kijk, ja, maar het is allemaal heel leuk en aardig dat die checkpoint er zit. Maar dat zou echt een eeuwigheid duren. Fucking weer omhoog moet zwemmen. Dus om een beetje de vaart erin te houden, doe ik het toch op deze manier. Oh, wat ijs met een tapijtje en je glijdt alsnog door. Fuck, my balls. I fucked up so badly. Ik ga hier wel weer staan. Oké, ik heb hem. Hoe de fuck wil je dat ik dit doe? Hè? Zo, nee. Ik ga nu echt een heel verwend kind uithangen. Kijk, ik heb hem. Huh? Haha, breek een glas onder de water. Nog een enderpearl, yippie. Oké, dit ziet er wel geinig uit met die fences. Dit vind ik wel geinig. Ja, dat is wel een leuke. Hint, ga shiften op dat stokje. Welk stokje? Dat stokje. Ja, verdomme, ik shifte! Alles is gelogen. De tips die zijn leugens. God, dat meen je niet. Kan ik niet gewoon in één keer door? Nope, dat kan niet. Dus je moet elke jump 1 voor 1 nemen, totdat je erbij neervalt. Oh, wat is dit? Hier een punt. Ah, dat zijn er 2. En daar pareltjes. Dank u. Ja, dat was een gemeener. Die had een kortere afstand ertussen zitten. Ah, wat? Ik shifte op dat paaltje. Ik begin een spontane hekel te krijgen aan paaltjes. Kijk, dit had zo verlept geweest. Als ik er bijvoorbeeld hier vanaf viel, moest ik helemaal daar naartoe willen lopen en alles weer opnieuw doen. Ja, ik begrijp het. Dat is juist de kracht van een parcoursmap. Maar ja, dat is ook de kracht van... Ik heb niet genoeg tijd daarvoor. Dus dan spoel ik het eventjes door even zo terug te vliegen. Want jullie hebben het eigenlijk tot dat punt gezien. Anders moet ik alles weer opnieuw doen. Je begrijpt mijn punt inmiddels wel. Waar zijn de grote punten? Oh, een diamant. Oké, dat was 2 punten. Dus dat betekent dat ik nu inmiddels 7 punten heb. verdubbelen. Fuck it. Echt, zal ik gewoon YOLO gewoon een Ender Pearl daar naartoe gooien? Dat, nee. Dat zou de map een beetje verpesten. Dat zou juist... Dan heb jij hier gewoon flink wat tijd in gestoken. En dan ga ik het zo verpesten. Nee, dat is niet zo cool om te doen. Dus dat doe ik ook maar niet. Maar ja, daarentegen, ik vlieg wel. Dus ja, hoe cool ben ik dan nog? Niet zo cool. Maar ja, ik vroeg er ook niet om cool te zijn. Zijn om cool te doen. Ik wil populair zijn. Daarom doe ik cool. Vraag me af wat daar is zit. In die diamond block basis. Dat is waarschijnlijk al het einde. Oké, het lukt wel. Uiteindelijk, met cheaten. Ja, verdomme, kutpaaltjes. Het lukt niet meer. Ik zei net nog dat het lukte en dan lukt het opeens niet meer. Fucking hell. Nee, oké, ik heb hem. Spring hier naar beneden. Letterlijk hier? Ah, hier. Ja, nou had ik hier ook een eeuwigheid in gezeten. Je kent het wel. En verdrink niet of je verliest al je punten. Nou, dan gaan we nu weer even in game mode 0. En dan zullen we hopelijk niet verdrinken. Oh, wat? Een waterdolof? Oké, dat is best wel cool. Oké, waterdolof. Waterdolof. Waar is het einde? Ik moet lucht hebben. Oké, ik heb lucht. Waar de fuck moet ik naartoe? Ik gok hier naartoe. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Alles is gelogen. Potverdikke mij, ik wil lucht. Oké. Dan deze kant op. Ta-ta-ta-ta-ta. Hoe verdrink ik? Ik had toch lucht? Ik heb lucht nu, toch? Lucht? Ja? Heb ik het? Mooi, dank u. Fucking luchtdingetjes. Oh, dit is een checkpoint. Dank u. Nou, dan zie je nog een checkpoint. Ah, oké. Hint, je kan diamond... Van de diamant kun je een diamond blok maken. Ik heb er maar 3. Oh shit, er zijn erg veel mapjes. Abonneer op GameMeneer en Andy. Dank je voor het spelen, gemaakt door Andy. Hier zijn wat diamanten. Oh, het zijn er die. Hoe maak ik een blok? Dan heb ik een crafting table nodig. En ik heb geen hout. Dus ik kan geen blok maken. Oh, verdubbel me. Add op Skype. Als je de map wilt downloaden, add me op Skype. Nou, als je de map wilt hebben... Deze man moet je toevoegen. Goed gedaan, je hebt de map gehaald. Veel plezier met de andere mappen die je ook nog krijgt. Dankjewel, Andy. Jouw map, ik zal hem beoordelen met een... I don't know, het was niet echt diepgaand of wat dan ook. Er zat niet echt humor in. Het was gewoon een simpele parcoursmap. Dus ik geef het eigenlijk gewoon een simpele 6. Dit heeft ook te maken met het frustrerend begin. En uiteindelijk, ja, het is gewoon rechtdoor. En dat was het eigenlijk. Dus we gaan door naar de volgende map. Ah, kijk aan. Wij zijn in de volgende map. Map gemaakt door... Daro 343. Knol, Julian, Davy en Julian. Ah, oké. Dankjewel, Davy en Julian. Dit zijn de regels. Command blocks aan. Niet cheaten, alleen GameMeneer soms... Alleen GameMeneer soms. Game is 1 van tot 2 mensen. Ik begrijp hier niks van. Game is van 1 tot 2 mensen. Je bedoelt de map. Ah, geen blokken breken. Laat de map niet ontploffen met TNT. Have fun. Golden apples zoveel als je er wilt. Vooruit. Zo. Nou, dat zal wel voldoende moeten zijn. Deze kant op. Dank u wel, dokter. Eens even kijken. Kijk, dit ziet er al wat mooier aangekleed uit. Een checkpoint. Commandblok stond aan, toch? Nou, ik krijg de knop niet aan de praat. Nou, dan maar niet. Level 1, natuur. Kijk, dit ziet er al... Oh my god, dat meen je niet. Als ik val, dan is het ook gewoon echt letterlijk game over. En het punt is, ik kan niet in game mode 1. Ik heb geen toestemming om dat te doen. Dus ja, dan is het echt zo'n all or nothing. Ha, dan betekent dat jullie dit dan ook hebben gemaakt in game mode? Nee, toch? Nee, dat is absurd. Oeh, de sprong was haalbaar, gelukkig. Level 2, de donkere mijn pum. Die fucking knop werkt niet. En ik weet niet waarom. Command blocks. Ik weet niet hoe ik ze aanzet. Fuck it, YOLO. Dan maar alles in één keer. Oh, wacht. Hoe heette deze? Oh, ik weet niet hoe deze heet. Oh, maar hij ziet er wel fucking gruwelijk uit. Oké, hoe gaan we dit doen? Gaan we via rechts of gaan we via het midden? Midden! Dit is leuk gedaan. Dit is heel leuk gedaan. Simpelweg eigenlijk al door de aankleding. Kijk, ziet het nou uit dat ik via links moet? Alright. Oh, de druk is zo groot, jongens. De druk is groot. Omdat als ik val, dan val ik gelijk ook in één keer. En dan moet ik alles opnieuw doen. En ik heb geen game mode. Dus ik kan ook niet vliegen of wat dan ook. Hebbes. Haha. Level 3. Gruwelijk. De fucking knop werkt niet. Oké. Oh, een soort tempeltje. Zandtempeltje met trappetjes. Ah, dit is vervelend. Oh ja, dit is een hele vervelende. Oké, hoe gaan we dit doen? Oké, Naar de trap toe. Het scheelt zo weinig, het is goed. La-di-di-da-di-day. Ik leef nog steeds in deze map. Ollie-a-di-ee. Ik geloof het niet, maar het wordt toch wel. Hoe kan dit? Ik weet het niet. Oh! Ik dacht echt serieus. Gewoon mijn Minecraft leven flitste gewoon even voor mijn neus voorbij. Piemels! We zijn dood. Respawnen. Oh, het werkt wel. Ah, oké. Ja, fijn. En nu ben ik hierop geland en ja. Nou, ik moet zeggen, het is pittig lastig. Want deze jump hier, oh, deze van daar naartoe. Die is gewoon vervelend. En het punt is, ik kan er niet langs vliegen. Omdat ik geforceerd word in survival modus te spelen. Komt dat schot? Is die sprong überhaupt wel te halen? Ik betwijfel. Wat als ik hier naartoe ga? Moest ik hier naartoe? Ik denk het niet. Oh god, als deze sprong niet te halen is, hè. Dan word ik gewoon geforceerd hier te stoppen. Fuck! Gaat-ie. Oh, ik heb hem gehaald. Het is mogelijk. Het is gewoon mogelijk. Go around, zegt hij. Go around, zegt hij. Fuck my balls. Hé, het werkt. Ha, gehaald. Easy. Gewoon niet easy. Dat was echt een van de meest verschrikkelijke dingen die ik ooit heb gedaan. Oh. Wat? Ik zie dit zo slecht. Ligt sneeuw op ijs? Is dit ijs? Kijk of ik doorglibber. Een beetje. Ja, dit is ijs. Komt dat schot? Fuck dicks. Oh nee. Ik had hem. Ik zou zweren dat ik hem had. Wat verdikken me. Kijk, komt ie hè? Komt ie. Fuck! Oh, come on, man. Echt, dit is nou exact de reden waarom ik af en toe vlieg. Ik bedoel, ik kan zo direct gewoon lekker rage quitten. En dan ga ik gewoon even wat eten voor mezelf bereiden. Ik bedoel, ik moet ook avondeten. Omdat ik niet verder kom dan die fucking sprong. Dan kan ik ook niet de map in volledige glorie laten zien. Daarom zit ik ook gewoon... Fuck it. Oh my god. Come on. Fuck. Poging 5000. Huh. Het is... I don't know, man. I don't know. Deze shit is hoogstwaarschijnlijk echt bedroevend om te zien gewoon. Hoe moet ik dit doen? Er staat gewoon iets in de weg. Fuck dat blok. Hier, gebroken. Fuck you. Het hoorde waarschijnlijk niet, maar anders kon ik hem niet halen. Dus bekijk het maar. Klote sneeuwblokjes. Misschien was het zelfs gewoon een fout van de map. Het zou ook kunnen. Het heeft gewoon mijn bloeddruk met 2000 verhoogd. Wat? 2000? Ja. Ah, fuck my balls. Moet ik het weer opnieuw doen? Ja, weet je wat? Fuck, ey. Ik sta echt op dit punt gewoon fucking met deze map te stoppen. Het interesseert me echt niet meer. Het interesseert me gewoon niet meer. Nou, even al het geklaag terzijde. We zijn verder gekomen dan ooit tevoren. En waar moet... Oh, in het plasje water. Hola, diarrie, water. Mag ik alsjeblieft een checkpoint of zoiets? Ik heb het gehad. Met deze map. Ik heb het zo gehad. Oh, ik durf deze sprong gewoon niet te maken. Tering. Geef me een checkpoint. Checkpoint. Ik hou van jou. Ik wil je gewoon 500 keer indrukken. Level 5. De Netherland. Hoi. Oh, come on. Maar de eerste sprong. Jezus. Souls and jumps zijn zo fucked up, man. Nee, poging 5000. Ik moet echt een death counter bijhouden of zo. Het is echt belachelijk. Komt dat schot? Oké, waar nu? Op de rand? Moet ik op de rand? Oké. Fuck my balls, dit is de verkeerde rand. Oké, hoe gaan we dit nou weer doen? Eens even kijken. Ja, dat is een ladder. Dat is ook een ladder. Moest ik er überhaupt wel hier naartoe? Moest ik niet naar dat plasje water daar of zo? What the fuck doe ik hier nou weer? Ik ga terug. Moet ik daar naartoe? Moet ik... Wat? Wat doet dat water daar? God. Eerlijk, jullie hebben de map wel fucking mooi aangekleed. Maar jullie halen ook, zeg maar, zie je deze nageltjes? Het bloed is gewoon weg. Het is gewoon weg. Er bestaat geen bloed meer daar. Volgens mij is dit gewoon een fucking trap. Echt zo, ik hoef niet daar naartoe. Ik kan ook gewoon hier naartoe. Fuck you guys. Wat is hier? Is dit een geheime doorgang? Valt deze sprong te halen? Hey, wat is dit? Hoort dit? Of ga ik nu gewoon de verkeerde... Really? Hoort dit? What? I am so confused. Fuck! Is deze sprong wel te halen? Het ziet er wel erg ver weg uit. Goh, laat ik even gaan vliegen, zodat ik er wel naartoe kan komen. Nee, kan niet. Fuck, fuck, fuck. Straks word ik nog geforceerd een 16+ logo aan een voorkant van deze video te zetten. Dus er gewoon uitermate veel gescholden wordt. Uit frustratie. Krijg! Welkom bij Leedvermaak met Don en Minecraft. Welkom bij de sprong die niet te halen is. Krijg ziektes. Ik hoop dat je houtwormen krijgt, jij tyfusladder. Oh, come on, man. Hoe moet ik het via de lavastraal? Dat lijkt me al helemaal gewoon nee. Fucking diks. Diks, dikke, dikke, diks, dikke, 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 diks. Dames en heren, jongens en meisjes, om even mee te delen. De frustratie op het moment is ongekend hoog. Ik ben uiterst gefrustreerd. Fuck you, man. Gewoon fuck you. Gewoon fuck dit. Oh, come on. Soul Sand, fuck you. I quit. I quit. I quit. I give up. Fuck this game. Fuck this game. Fuck this map. Je krijgt gewoon niks van me. Je krijgt gewoon geen cijfer van me. Shoutout zit alleen maar in het begin van de video. Fuck it. Ik heb het gehad. Bedankt voor het insturen van je map. Wil je ook een map naar me toe sturen? Check de beschrijving dan eventjes. Want ik krijg nog veel te vaak de vragen over. In de beschrijving staan meestal hele informatieve dingetjes. Misschien wel handig om dat te checken. Maar toch wil ik je bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke video? Dan mag je dat uiteraard belonen met een duimpje omhoog. En dan zie ik je graag weer volgende. Volgende week woensdag om 8 uur 's avonds bij een nieuwe map van de kijker. Tot de volgende keer.